In één keer krijg je een heel raar alarm bij het instrumentarium. Allebei de kanten standby. We gaan even de boot afmeren, daar links. Net in de motorruimte geweest, maar daar komt rook bij de oliedop vandaan. Nee, dat is niet goed. Het ziet helemaal blauw hieronder van de rook. Nou, paars, zo zijn in één keer de plannen wat gewijzigd. Kijk, eens, de hulp is erbij. Nou, je verzint het niet, maar we zijn afgemeerd. Precies bij een autobedrijf. Je kop zit ook helemaal onder de smering, hoor. Ja, valt toch wel mee? Nee, nee, niet. Doe je pet eens af? Ik ga altijd in de visie. Ja, dan zie je pas goed hoe erg het is. Nee, het is echt verschrikkelijk, Kees. Ik ga vandaag eens lekker op avontuur. Ga je met me meehalen over land en zee. Op naar de volgende bestemming. Hoi, leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe vlog. Het is alweer woensdag, want vliegt die tijd, ongelooflijk. Het Pinksterweekend ligt alweer achter ons. Ik hoop dat jij wat leuks hebt gedaan. Laat het even weten in de reacties onder deze video. Chico is nog een beetje moe van het weekend. Ik ook wel een beetje, want we hebben weer allerlei avonturen meegemaakt. Ja, hè? Ja. Nou, zondag ben ik naar het concert van Armin van Buuren geweest in de Ziggo Dome. En het was hartstikke tof. Er was nog een kaartje over van vrienden van mijn zus. Dus we zijn er met een groepje naartoe gegaan. En ja, zeer spectaculair kan ik je wel vertellen. Maar de rit er naartoe ging niet geheel vlekkeloos. Want ik had voordat we vertrokken, heb ik even een rondje gedaan door Brabant heen. En op de terugweg, en dat heb ik met de VB001 gedaan, wel te verstaan. Maar op de terugweg begon die enorm te sputteren. Echt, nou, er zat geen snelheid meer in. En ik reed op de A27 en het regende en het regende. Nou, je zal het weten, er is aardig wat regen gevallen met Pinksteren. Dus ik belandde uiteindelijk op de vluchtstrook. En dat is niet grappig. Chico achterin. Auto's die voorbij razen. Dus ik denk, oh, zie mij hier staan. Dus ik ben even uitgestapt. En toen stapte ik meteen in een plas van 2 meter diep, geloof ik. Dus het zat niet helemaal mee. Maar ik denk, ja, ik sta hier niet veilig. Dus ik wil zo snel mogelijk weer verder. En ja, al pruttelend kreeg ik er weer wat snelheid in. Over de Gorinchemse brug. En ik moest naar Sliedrecht, naar het huis van mijn zus, waar vandaan we vertrokken, richting Ziggo Dome. En ik heb het gehaald, maar vraag mij niet hoe. en de volgende dag ben ik gaan kijken wat nou precies het euvel was. Want Kees is tegenwoordig best een beetje handig. Dus ik heb de motorkap open gedaan en toen zag ik dat er een vonkje bij de bougiekamer vandaan kwam. En wat beter onderzoek bleek dat uiteindelijk de bougiekabel niet goed in de verdelenkap zat. Nou, het was een klein probleempje wat ik daar op de vluchtstrook ook wel had kunnen oplossen misschien. Maar dan wilde ik zo snel mogelijk weg. Dus ik heb dat zelf op kunnen lossen en uiteindelijk weer fluitend verder gegaan. Dus dat was een enerverend weekend. Maar wel hartstikke leuk. We hebben weer avonturen beleefd. En daar gaat het ook om natuurlijk. En over avonturen gesproken. Je kan nu gaan kijken naar het vervolg van het vaaravontuur dat ik heb gemaakt met mijn pa. En Chico en Trixie niet te vergeten natuurlijk. En in deze vlog zie je dat we het stadje Montfort aandoen. Heel leuk. En dat toen wij Montfort uitgingen, het niet helemaal goed ging. Ik zou zeggen, veel plezier met kijken. We zijn in Montfort. Hier op stuurboord heb je een klein jachthaventje. Nou, daar hoef ik niet naar binnen te gaan. Dat heb ik al gezien qua afmetingen. Maar je hebt hier volgens mij in het stadje zelf... Heel gauw kan je aanlegplekken. Ja toch, daar kan je gewoon liggen volgens mij. Dus gaan we eens even naar kijken. Thank you.
Nou, we liggen weer. Binnen in Montfort. Straks gaan we dat bruggetje doorheen. Die gaat nu open voor een ander bootje. Maar wij stoppen hier eventjes. We liggen op een plekje, daar mag je 3 keer 24 uur liggen. Nou, dat is voor ons niet nodig. Maar wel leuk, ja, een soort boodschappenstijgertje. Dus we gaan eens even het stadje in. De draaibrug midden in het stadje. Nou, die mogen ze wel eens even een werfje geven. Dat is geen overbodige luxe. Stadspoort gelopen, pa. Met het oude stadhuis op de achtergrond. Ja. En we kwamen net een vrouw tegen, die volgde ons ook. En die vertelde dat de Rabobank, de oude Rabobank, die wordt nu gebruikt om de Oekraïners op te vangen. Ja, dat is hier dus. En dat is door de kerk georganiseerd. En dat is wel mooi, want je ziet hier staan. In het Nederlands, maar ook in het Nederlands en de Oekraïns, overal. Het is toch prachtig dat ze dat doen. Kijk, hier allemaal hartjes, Nederland, Nederlandse vlag. En hier... de Oekraïense vlag. Oh ja, ja. Leuk gedaan. Toch? Ja. Ja, en die bank hebben ze toch niet meer nodig. Nee. Dus, nou, het voormalige Rabobankgebouw heeft een mooie bestemming gekregen. Ja, zeker. Nou, wij lopen nog even een rondje. Waarschijnlijk het is redelijk beknopt allemaal. Maar wel leuk om even te zien. Dat is een hele grote kerk daar, hè? Ja. En, oh ja, daar lopen ook mensen, dus die kun je beklimmen. Ja, bij het torentje zijn ze bezig. Maar, ja, maar als je kwast meeneemt, dan zou je moeten helpen. Maar je kunt er wel komen, kijk maar. Ja, ja, ben je wel een middagje zoet, want dan word je gelijk aan het werk gezet. Ja. Ja, het torentje wordt opgeknapt. Joekel van de kerk, hoor. Ja, dat is de hervormde kerk. Daar lopen we even mee. We hebben net aan een vriendelijke local gevraagd waar kasteel Montfort is. Ja. Nou, ze zegt dat is niet ver weg, want alles is hier redelijk dichtbij. Nou, dat klopt. Ja. Daar voor ons is het kasteeltje, een van de highlights van Montfort. Mooi kasteeltje. Het Montfort is ook weer zo'n plek waar je normaal gesproken niet zo snel naartoe zou gaan. Tenminste, ik niet. Het is ook weer zo'n pareltje. Ja. Ja, je kan er toch best even een paar uurtjes leuk rondhobbelen. Kasteel Montfort is tegenwoordig een feestlocatie. Je kan daar je bruiloftje vieren, noem maar op. Maar het is oorspronkelijk gebouwd in 1163. Weet je het allemaal? Ja, en het was ooit een oude mannenhuis. En een tuchtschool voor meisjes. Je hoort het ook niet meer, hè? Tuchtschool voor meisjes. Nee, nee. Ja, en nu kan je er gewoon je feestje vieren. Maar het is wel mooi dat het zo weer een bestemming krijgt. Het vreemd gebied, een tuchtschool voor meisjes. En dan ook nog die waag. Ja? Waar je gewogen werd of je te licht bevonden werd, dan was je een heks. Ja, nou jij bent geen heks, hè? Ik ben blij dat ik hier weg kan. Nee. Nee, het is echt leuk. Het zonnetje is doorgebroken. En nou, wij hebben... eigenlijk Montfort alweer gezien. Het was even een korte pitstop. Maar wel leuk toch? De kasteel, het laatste kasteel, lag aan de overkant daar. Maar daar hebben ze de provincie al weg doorheen getrokken. Ja, ja, dat is dan wel weer jammer. Goed, het is wat het is. Er staat ook nog een stuk kasteel, een stuk muur voor. Ja, een oude stadsmuur. Ja. En die schijnt nog wel uit die tijd te zijn. Ja, daar rij je langs. Ja, de rest is verloren gegaan. Opgeblazen door de vijand. Ja. Zo ging dat vroeger. De ene bouwde het op, de andere blies het op. Ja. Ze stak het in de fik. Maar vanuit die tijd is er eigenlijk alleen volgens mij dat stukje muur nog over. Ja. Dan gaan we eens heel even kijken. En daarna dan stappen we weer aan boord van de VV02. Ja. En dan gaan wij op naar IJsselstein, wat ook superleuk is natuurlijk.
zit je even te rusten? Ja. Maar dit ge... Dit heeft ook zijn beste tijd dit gehad. Dit optrekken is niet Montfort waardig. Hier is een prank tussenuit. Hier steken de spijkers er bovenuit. Ja, dus je hebt een klacht. Ik heb een klacht, ja. De ruiten zijn eruit. Zover ze erin zitten. Je zit op de tocht. Je zit vreselijk op de tocht. Eens misschien zit je wat droog. Nou, ik denk dat hier heel veel jongeren wel plezier aan beleven. Ja, gewoon zo'n hockey. Wat zou de oude man niet zo hier doen? Nou. Door met die oude man hockey. Ja, vind je? Nou, dan zijn het wel hele recalcitrante oude mannetjes. Ik krijg een heel raar alarm bij het instrumentarium. Ik ben net de motorruimte ingegaan, maar daar rookt het een beetje. Ik ben benieuwd wat er aan de hand is. Allebei de kanten standby, we gaan even de boot afmeren, daar links. Het is niet goed. Er is een alarm af en ik ben net in de motorruimte geweest, maar daar komt rook bij de oliedop vandaan. Nee, dat is niet goed. De temperatuur van de motor liep ook op. Ja, koelwater heb ik nog. Maar het ziet helemaal blauw hieronder van de rook. Ik heb geen idee. Het is een soort warmloper of zo. Ik ben even op onderzoek gegaan in de motorruimte, maar kijk hier, de V-snaar. Ligt los. Die is af. Nou ja, die is gewoon niet goed meer. En hier zit de dynamo. En ja, hier aan vast zit dan de waterpomp. Ik moet even denken hoe dat allemaal zit. Maar dat is natuurlijk een foute boel. Dus daar is het fout gegaan. Oh, kijk. Ja, zie je wel. Kijk eens, de hulp is erbij. Nou, je verzint het niet, maar we zijn afgemeerd. Precies bij een autobedrijf. Autobedrijf Wolfs. Wolfs Autos, ja. En waar zijn we nu eigenlijk? In Montfort. Montfort, nog steeds in Montfort. Ja, nog steeds in Montfort, ja. Maar ja, ik heb het idee dat mijn V-snaar eraf is gelopen. Dit is een reserve. Maar ja, die gaat natuurlijk op de dynamo en op de waterpomp. Ja, goed. En mijn temperatuur die liep op van de motor. Ja, omdat de waterpomp niet meer meedraait. Ja. Nee. En nu heb ik niet heel veel verstand van technische dingen. En mijn pa wel, maar die is oud toen eronder gekomen. Nou, die is een knieën trekken dat niet meer. Nee. En jij wilde heel even kijken, geloof ik. Dus we gaan even kijken. Ja. Nou, dat we kunnen betekenen. We hopen het. Dat we de reis kunnen voortzetten. Ja, daarom. Dat wil een ijsje zijn. Dat is belangrijk. Dat is niet zo ver, maar morgen naar dort.
En dan gaat niet met de volle feest daar. Nee. Maar wat zou de eventuele reden kunnen zijn dat die feest daar eraf gaat? Dat kan hij zo zien. Als hij op een verkeerde spanning staat, dan kan hij natuurlijk aflopen. En op het moment dat hij te oud is, dan wordt hij droog en dan kan hij natuurlijk breken. Ja. Maar je zegt dat hij niet gebroken is. Nee, hij is niet gebroken. Hij is er afgelopen en hij is wat gerafeld, zeg maar. Ja, nou dan gaan we eerst even kijken of hij op de juiste spanning staat, denk ik. Ja. Spannend! Chico zit op de bank, die denkt, wie komt er nou weer binnen? Dat is mijn hond, Chico. Ja, hoort hij naar beneden? Maar je schrikt toch wel even, als je dan aan het varen bent, dan gaat er in één keer een alarm af. Ja. En ik dacht eerst dat er mijn bilgepomp was, maar dat is het niet. Dus er gaat blijkbaar een alarmpje. Ik zag dat 110 graden steeg de temperatuur. En ik kwam er ook uit mijn motorruimte. Ik ruik het ook. Ja, hè? Ja. Zou dat eventueel permanente schade opgeleverd zijn? Nou, dat denk ik niet, maar... Zo. Zie je dat? Ja. Bovenop de cilinderkop hier. Ja, die rookt, hè? Die rookt nog steeds, ja. Zo. Oké, dan gaan we even inkruipen. Oeh. Ja, deze is kapot. Ja, hè? Het is... Hij is niet gebroken? Hij is niet... Ja, hij is wel gebroken, hoor. Jawel. Ja? Ja, hij is gebroken. Maar het rookt nog steeds na, hè? Je ziet het. Ja, zeker, zeker. Ik ben er dus wel een tijdje mee doorgevaren. Ja. Alleen de achterste strip, die is niet gebroken. Maar de riem die hem aandrijft met de vertanding erop, wel. Ja. Moet ik even een schaartje halen of zo, dat hij eraf kan? We kunnen hem eraf knippen, inderdaad. Ja. Nou, paars, zo zijn in één keer de plannen wat gewijzigd. Ze denken je citytripje Vianna te doen. Of IJsselstein. Ja, maar je hebt geluk, jongen, dat hij hier ligt, hoor. Ja, ik heb geluk dat hij hier ligt. Dat die jongen jou ook wil helpen. Ja, Boudewijn ligt nu hier in het vooronder. Ja. Dat is een stagiair bij Bols Auto's, die verkopen auto's. En hij loopt de stage. Ja, en zij zegt, ik kijk wel even wat ik voor je kan doen. Maar ik zag in één keer de temperatuur oplopen van de motor. En daarom ging dat alarm dus af. Ja. Ja, maar goed, ja. Dus we zijn zo snel mogelijk hier... naar de kant gegaan waar ik kon afmeren. En snel de motor uitgezet. Maar dat klopt, want de waterpomp, omdat de feest snel afgelopen is, doet de waterpomp het niet meer. Nou, gelukkig heb ik reserve veesnaren. Dus die probeert Boudewijn er nu op te zetten. Als je dat niet gehad had, heb je toevallig, dan heb je zelf niet gedacht, oh, die moet ik hebben. Of wel? Nou ja, ik wist wel dat ik ze had natuurlijk. En dat is wel, ja. Nee, maar je wist wel wat ze had, maar als je er niet gaat, had hij niet gezegd, ik moet ze gaan kopen. Dan moet je ze bestellen, dan ben je weer een dag verder. Ja, dus je hebt gewoon geluk. Ja. Misschien voor de zekerheid even een bakje. Ja, oké. Als jij hem dan op die eerste baan op deze kan leggen. Ja? Dan druk jij hem daar en dan hierheen. Door via die. Ja. Via de waterpomp. Ja. Ja, dan mag die door naar de dynamo ook. Oh ja, tuurlijk. Ja. Ja. Hij is er bijna. En als je drijven op deze kant, weet je, dan wip je ja, hem ja, precies. Even zo op het juist. Nee, op het hoofdpuntje. Ja. Lukt die wel? Zo. Och, het is zweten geblazen. Het is enorm warm. De motor is natuurlijk net, heeft een soort warmloper gekregen. En mij dus ook, want de motor is, bloedheet. Maar nu gaan we de boel weer even aanspannen. En dan testdraaien. En dan testdraaien. Oh, Boudewijn, had jij gedacht dat je dag zo zou verlopen? Nee, absoluut niet. Zeker niet. Nee. Maar dat noemen ze uitdaging, hè, geloof ik. Ik dacht dat ik 's middags vrij was, want mijn collega is zojuist vertrokken, maar ik zit hier nog onder de dek. Had je op andere plannen? Ik had eigenlijk wel andere plannen, ja. Even de boel weer opspannen. En even een glaasje water drinken, want er is aardig wat vocht uitgegaan. Zo, dat weet ik wel. Zo. Dat ziet eruit. Smeerkees. Maar dat is, dan ben je echt smeerkees. Oh, maar gelukkig hadden we reserve ding. Ja, dit is die oude. Kijk, die oude. Ja, dit is de oude. Dat is helemaal mis natuurlijk. Die is er dus afgelopen. Ja. Het is afgelopen. Ja. Toch vreemd. Terwijl Boudewijn zei ook van zo slecht is die helemaal niet. Nee. Maar waarschijnlijk spoort hij niet helemaal goed. Maar, in die zin, in de dynamo. Die Boudewijn die er onder het luik zit,
Het is wel jouw reddende engel, hè? Ja, dat is een held. En je kop zit ook helemaal onder de smering, hoor. Ja, valt toch wel mee? Ja, nee, niet. Doe je pet eens af? Ik ga altijd in de visie. Ja, dan zie je pas goed hoe erg het is. Nee, het is echt verschrikkelijk, Kees. Nee. Nou, gaan we weer een voorronde. Bouw je een glaasje water? Ja. Zoals Boudewijn eruit ziet, zag bij ons vroeger de kolenboer eruit. Ja, echt? Gezien een t-shirt. Daar ben ik niet veel beter voor. Zo is het in mijn gezicht. Dit is mijn eerste veesnaar, dus ik hoop dat het goed gaat. Ja joh, is dit... Ja, en dan bij de VB002, je eerste veesnaarproject. Een hoogtepunt, dit. Ja, dat is een hoogtepunt, is een prille carrière. Ja, ja zeker, een veesnaar monteren. En dan, en daaronder. Kijk, veesnaar monteren vind ik niet zo erg, maar onder is een boot wel. Hier nog één. Zullen we gaan test draaien? Ja, dat is goed. Test Kees, jou ja, hoor. Ja hoor. Ja. Ja, start hem maar. Ja. Fijn. Ja. We hebben niet veel op het hout zo. Nee. Met vier in de schroeven. Oh, maar we moeten het wel even scherp in de gaten houden. Ja, ik ga varen, denk ik. Wil jij onderblijven, Kees? Ik ga even naar de sauna. Oh, dat is niet meer nodig. Ja. Mensen, koop een boot. Maar het is ook wel weer avontuur. Hè? Ja. Het is toch zo? Het is nou positief ook afgelopen. Ja. Als je naar Sinterparks gaat, dan maak je dit niet mee natuurlijk. Nee, maar als je nou op een andere plekje gelegen had en niet een Boudewijn tegenkomen en ook goed dat je een feest erbij hebt, dan zie je dan maar weer hoe belangrijk. En ook belangrijk dat je goed gereed erbij hebt. Ja. Zie je ook dan wel weer. Nou ja, we hebben pech, maar eigenlijk ook wel weer geluk. Ja. Zo. Zo. Kijk hier, het t-shirt. Oh, nou Boudewijn, het is wat, hè? Mission accomplished. Even de handen wassen. Wil je? Nou, dat is toch overbodige luxe. Ja. Klusje geklaard. Zijn we weer in de frisse lucht gelukkig. Ja, in de frisse lucht, ja, ja. Ik ga me even opfrissen. Ja, ik ook. Hey, maar ik wil je super bedanken voor je hulp. Ja, graag gedaan. En, een bijzondere ervaring, ja, zo op de boot. Zo zie je maar, dingen zijn soms gebeuren gewoon, hè? Ja, ik wil jullie een hele fijne reis verder wensen eigenlijk, naar IJsselstein hoor ik net. Dus. Ja, klopt. Ja, als we gaan ervoor, we gaan ervoor. Op deze manier gaat het er goed komen, denk ik. Ja, zeker, zeker. Dankjewel, hè. Bedankt en tot ziens. Ja, graag gedaan. Ga je goed. Nou, we kunnen weer. De trossen gaan weer los. Boudewijn gaat er vandoor. Super bedankt, wat een topgozer. Echt. Topgozer! Ja, dat verzin je dan niet. Ik heb inmiddels mijn gezichten verschoon gemaakt. Maar dat verzin je dan niet hoe dingen kunnen lopen. Wij gaan er weer vandoor richting IJsselstein. We zijn een aantal uurtjes later. Maar ik hoop dat we het veilig gaan bereiken. Maar ik heb er wel weer een goed gevoel over. Bezig, hè? Ja hoor, ik ben zover. We kunnen. Nou, we varen weer. Het is ongelooflijk. En dat wegvaren ging ook niet vanzelf, want het was daar aan de kant best wel ondiep. En er lag iets van ijzer of zo, dus dat kwam in mijn schroef. Maar we varen, dus so far so good. Varen blijft avontuur, mensen. Iedere dag weer. De temperatuur van de motor is ook oké. Ik ben er even bij, maar dat alarm wat je dus hoorde, dat is dus... Ja, dat de motor te warm werd. En dat is wel goed dat dat alarm erop zit. Want anders dan heb je een vastloper. En als je de motor er vanzelf mee stopt, zonder dat je hem uitzet, dan is het helemaal een foute boel. Ik moet even gaan ontspannen vanavond, denk ik.
Het is nog even de vraag of dat we het halen met de brugopening, want die gaat tot 4:30. 10 minuten. 10 minuten. Het zal toch niet. Je bent er erg snel, hoor. Ja, maar... Als je door deze bocht hebt, dan zie je het al, denk ik. Het is een beetje krap. Ja. Dus ik hoop maar dat ze een beetje flexibel zijn. De Oranjebrug en nog een brug, geloof ik, hè? Oranjebrug en de IJsselbrug. Ja, en de zendmast zie je daar, hè, aan de horizon. 300 meter hoog is die. De zendmast van Nefoye. De zendmast. Oh, daar, die van Lopik. Hij is met 350 meter, geloof ik. Ja. Nee, niet van Lopik, van... IJsselstein. IJsselstein is dat volgens mij. Hij staat op lopers grondgebied. Oh. Daar was altijd discussie over geweest. Oh. Ze noemen het ook Lopik, hè. Maar goed. Wat doet het ertoe? Ik wil me eigenlijk niet druk over maken, hoor. Nee. Ja hoor, ik hoor de belletjes rinkelen, de boompjes gaan dicht. We kunnen er onderdoor. Ja, het is leuk dat ze er staan, hè? Vind je niet? Ja, helemaal leuk. We zagen net je broer. Mijn broer Jaap en Joke staan. Jaap op zijn driewielfiets en Joke. Ja. Die staan bij de brug. Staan ze te wachten. Daar staan ze ons op te wachten. Dus, die hebben wel een stuk met ons opgereden. Ja, ze staan daar. Ja. Nou, hartstikke leuk toch? Ja. Leuk hoor. Ja, oké. Heel veel nieuwbouw hier. Ja. Ze wonen wel mooi hier. Super locatie als je hier woont, hè. Ja, dat is heel centraal. Ja. Zal niet goedkoop zijn deze zijn omgeving. Is heel centraal. Plus hier aan die IJssel, dat is ook schitterend natuurlijk. Ja. Dat zou ik nog wel willen. Je kan zo zwaaien aan de mensen. Zwaaien aan de mensen. Ja, daarom. We liggen nu voor de IJsselbrug. Ja. Nou, en daar ben je veel overheen geweest, ja, zei je net. Ja, ik heb 4 school gegaan in Utrecht. Spinazieacademie, wel te verstaan. Technische school, de eerste christelijke technische school in Utrecht. Oh. In IJsselstein was er ook één, maar die was niet christelijk. Dus dan moest je naar Utrecht op de fiets van Lopik naar Utrecht. Over deze brug? Dan, ja, over, de Jutva, over deze brug in Jutvaas. Met je schooltas, in je broodtrommel. Ja, ja. Dus ik ben hier heel vaak overheen. De laatste voetgangers gaan nog even over de brug. En we zijn 1 minuut, pa. 1 minuut voor 4:30. Ja. Ja, echt. Right on time. En anders hadden we hem echt niet gehaald. En die brugwacht doet alles nog handmatig. Echt haast heeft hij ook niet. Hij loopt niet echt hard. Nee, hij loopt niet echt hard, nee. Achter de bruine? Achter die bruine. Ik kan tussen die bruine en die witte. Dank u wel. Dank u wel. Zo, we hebben het gered. We zitten een beetje in het centrum van IJsselstein, volgens mij. Daar mogen we liggen. Kijk, de buurman die heeft ons even geholpen om het lijntje aan te pakken. En die volgt ons ook, want zij zegt, ik vind het wel leuk om jullie in het echt te zien. Nou, dat is helemaal super. Bedankt, buurman. Ja. Geweldig. En hier kun jij ook een vasthouden. Daarom. Kijk eens aan. Dat is, en hier broer, pa, Jaap en Joke niet te vergeten. Die komen even aan boord. Lukt dat? Kijk. Nou, welkom aan boord, ja? TV-002. Ja. Veel gezien op tv volgens mij, hè? Ja, ja. Jij volgt alles een beetje zo? Klein beetje, ja. Ja. Zondagmiddag. Ja. Als je niks te doen hebt. Ja, dat is wel leuk. Ja, ja, ja. Je bent hier op je aangepaste fiets. Ja, ja. Volg mij maar. Ja. Ja, je kan je overal beter houden, ja? Ja, ja, ja. Ja, ik loop als een bestiel. Ja, precies, als een hinde. Ik ga hier zitten. Als een hinde. Oh? In de boek. Ja, ga hier zitten, ja. Of, wat je wil. Die stoel misschien. Weet dat? Ja, die ja, stoel. Met leuning. Met leuning. Ik kijk. Hier al neer. Ja. Jij zit? Kijk. Bijna. Ja hoor. Oh. Ja. Oh. Lekker aanbuiten. Nou, heerlijk. Super. Nou, daar gaan we van genieten. Ja. Ik heb al een klein beetje voorwerk gedaan. Verteld van... Tenminste, dat Jaap ziek is. Ja. Oh ja. Klein beetje, je vindt niet ergens die toch gefilmd wordt. Hij is niet geschoren. Nee, dat ben ik vergeten. Nou, ik heb wel in de spiegel gekeken, dat was al een heel stuk. Ja, maar ik vind het heel leuk dat hij aan boord is. Jij, Kees? Ja, zeker, dat is hartstikke bijzonder. Net zo op nippertje, want vader natuurlijk, je zag in de brugwachter, die liep niet echt keihard. Nee. Ik dacht, jullie zijn vast heel erg ongeduldig. Nou, die was niet vooruit te branden, die meneer. Maar goed. Zij hebben zeker haast. Oh, echt? Ja, toen ging die heel langzaam zo. Oh, maar goed. Dat geeft niet. Maar wat scheelde ik maar een minuut.
En want om 4:30 moet je door die brug zijn. Ja. Oh, ja. En wij hadden natuurlijk die pech met die feestdagen. Ja, ja, ja. We nog alle geluk gehad. Maar dat we zo snel geholpen zijn. Ja. En, dus ja, alles zat even tegen, maar eigenlijk weer mee. Eigenlijk weer mee, ja, want ze liggen in IJsselstein. Ja, precies. En we hebben gezellige visite. Nou, Joke, kijk eens. Chico zit naast je. Ja, nou, grote vriend. Gaan we eens even bijpraten. Als die maar niet linkt. Koffie is op, was gezellig even bijgepraat. Ja. Ja. Jullie gaan terug naar de Lopeker kapel, hè? Ja. Ja. Is niet zo ver, hoor. Doe rustig aan. Nee. Op de fiets. Okay. Het begint wel net te regenen. Ja. Dus kijk uit. Hard fietsen. Ja. Jij even weg. Dank je. Je moet je best een beetje voorzetten, ja? Ja, ja, precies. Ja, dat is altijd belangrijk. Helemaal. Even beethouden. Twee stappen, hè? En dan zou je zeggen, nou, dan doe je twee stappen. Nee, kijk, dan is het goed. Zo, staat weer. Ja, nee, we rijden maar. Kees. Ja, Joke, het gaat jullie goed? Ja. Jullie ook, hè? Joe, gezellig dat jullie er waren. Tot de volgende bestemming. Doei. Doei. Zo, dat was even gezellig, toch? Met je broer? Ja, dat was hartstikke leuk, ja. Ja. Ja, ja. Met zijn fiets, hij rijdt er toch wel op. Ja. Hij is een paar weken terug gestrest. Is hier. Nee, niet gestrest, gecrashed. Gecrashed. Ja. Op zo'n bobbel die ze op de weg maken voor het harde rijden. Ja, ja, ja. Als je met één wiel overheen gaat, dat deed hij. En toen ging hij. Is hij gekapseisd, ja. Gekapseisd. Oh. Nou, en toen hebben ze hem opgebeurd en het ziekenhuis geweest, foto genomen. En dat was een, hoe heet dat nou? Heup? Of zijn... Nee. Zijn stuitje? Nee. Iets erachter in ieder geval? Zijn botten. Ja. Ja, nou, weet ik niet precies. Maar het was gebroken op twee plekken. En nou rijdt hij zo weer. Een extra pilletje en dan gaat hij weer. Oh, een pijnstiller erin en gaan. Nou, dat is hartstikke mooi. Schaambeen. Twee plekken dat is gebroken. Hem. Schaambeen. Ja. Nou, dat is niet als heftig, hoor. Hij heeft zoveel meegemaakt natuurlijk. Ja, dat is ook zo. Ja. Dus ik vind het heel knap hoe ze dat doen. En positief blijven, hè? Ja, ja. Maar we hebben nog niks van IJsselstein gezien. Nee, het is 5:30. Nee, dus we maken er even een kort vluchtig bezoekje van. Ja. IJsselstein, dan gaan we nu even het stadje in. Dan gaan we vanavond een trakteren, Kees. Oh, het zou voor het eerst zijn dan. Ja. Ja. Tegen mijn principe, maar goed. Komt helemaal goed. Ga jij ook weer mee trekken? Oh, ze hebben nog steeds een zwemvest om. Gaan we eerst eens afdoen. We zijn zo druk bezig geweest met praten. Zo, Chico. Ga je ook mee? Gaan we even IJsselstein in? Ja? Chico, we zijn weer terug in beeld. Ja, we zijn er weer. Ik zat helemaal aandachtig te kijken naar mijn eigen vlog. Ik zat er helemaal in. Wat een acteerwerk, mensen. Dat heb ik van mijn vader. Maar ik ga bij deze dan gelijk maar even de vlog afsluiten. Dat waren de avonturen weer voor deze vlog. Zondag aanstaande, om 10:00, zondagmorgen dus, is het vervolg van het vaaravontuur. En dan is het laatste deel. Je ziet dat we dan IJsselstein aandoen. En dat we vanuit IJsselstein zo terug naar Dordrecht varen. En dat ging ook niet allemaal vlekkeloos, zoals het wel vaker gaat bij ons. Dus ik hoop dat je dan weer gaat kijken. Nou, like deze video eventjes als je hem leuk vond. En abonneer dan meteen eventjes. En dat is een kleine moeite, het is gratis. En druk dan gelijk even dat belletje in, want dan zie je dus precies wanneer er een nieuwe video online komt. Nou, ik wil je weer bedanken voor het kijken. En heel graag tot de volgende bestemming, hè. Hoi, Chico. Het zit er weer niet in.